En dus die en nog een aantal anderen, die tegenover jezelf, welke ben je nog meer? Wat je zegt van die springen er bovenuit voor mij, van het album. Ja, nogmaals, ik moet echt zeggen, Allemaal, ja, elke twee. Oké, allemaal, laten we dat maar zo zeggen, je na. meest. Maar nou, als ik gewoon echt moet, ja, zeg maar, mijn top 3 moet maken, dan heb ik zeg maar Mijn Pad. Dat doen we vijf, top vijf, mijn pad. Mijn Pad, Bedankt, Ja? Shit in the Disco. Waarom? Nou, dat is gewoon een lekkere partytrack. Ik zou daar zelf helemaal op kunnen bouncen. Mami en Tienermoeders, denk ik. Dat zijn wel mijn favoriete tracks. Maar nogmaals, ik kan het album gewoon echt 6 keer luisteren in de auto, van nummer 1 tot nummer 17. Dus. En is het, die teksten die je schrijft, gaan die komt het allemaal puur vanuit jezelf of schrijf je ook over mensen? Oké, Tienermoeder schrijf je over jezelf, maar bijvoorbeeld zo'n Nou, nummer Tine als. Moeders gaat juist niet over Nee, mezelf. sorry, sorry. Die schrijf je over anderen, natuurlijk, sorry, excuus. En het nummer waar ik dus op doel, ik moet even, ik weet, met het nummer met Wat was zoveel de reden, pijn, denk zo ik? ja. Wat was de reden? Bijvoorbeeld schrijf je dat dan ook heel vanuit jezelf? Want dat vind ik een vrij persoonlijke track over liefdesverdriet. Ja, nou weet je, ik had dus een nummer gemaakt als eerste. Dat was dus Mami, samen met Brace. Dat gaat Ja. over iemand die heel verliefd is en helemaal in de wolken is. En het is wel zo'n liefdestrek. Maar ik wou ook zeg maar iets te bieden hebben op het album voor iemand die juist helemaal niet verliefd was. En die gewoon echt helemaal gepleed was. En dat was wel iemand gebeurd in mijn omgeving. Gelukkig niet bij mij. En het nummer was, ja. Eigenlijk door hem was ik een beetje geïnspireerd en had ik het nummer gemaakt. Dus iemand die heel verliefd is, luistert Mami. En ben je niet verliefd, dan spoel je één nummer verder en dan heb je het nummer Wat was de reden? En dat Oké. gaat weer over iemand die echt gedumpt is.